Na afloop van de wedstrijd gaat het helemaal niet over de 5-0 nederlaag van Den Bosch. Er wordt geen woord gesproken over de 5 tegendoelpunten die Den Bosch heeft gekregen. Nee, het gaat alleen maar over de oerwoudgeluiden richting Josie Eltendoor van AZ. En het gaat ook over de sneeuwballen, de ijsballen die naar de grensrechter toe zijn gegooid. Het is een gitzwarte avond voor Den Bosch. Directeur, trainer, spelers, ze schamen zich allemaal diep. Want alle aandacht en terecht wordt hierop gelegd. En terecht, want dit kan absoluut niet. En dat stemt verdrietig. Ja, dan is dit een gitzwarte avond voor FC Den Bosch, een gitzwarte avond voor het voetbal. En dat ervaart de scheidsrechter ook zo? Ja, ik ben een sportliefhebber en ik denk dat iedereen hier met een heel vervelend gevoel in dit stadion is geweest. Dit hoort absoluut niet bij voetbal. En laten we heel eerlijk zijn, dit moet echt stoppen, want dit is het voetbal kapot maken. Dit is je club kapot maken. Ja, je probeert ze tot kalmte te brengen dat hun gedrag niet goed is, maar dat drong niet echt door, nee. Had een averechts effect en wat kun je doen? Ik vind dat het niet gepast is. Ik vind dat het niet hoort. Ik schaam me voor de 5-0 nederlaag. Ik vind gewoon dat dit ding, ik bedoel, ik hou zelf van normaal gedrag. Ik wil wel eens een keer uit de band gaan op een ander gebied, maar niet in mensen vernederen of mensen, dat hoort niet. Maar het is overduidelijk dat wij de mensen die dit een club aandoen, het voetbal aandoen, de maatschappij aandoen, dat we die het leven heel zuur moeten maken en geen podium meer moeten geven. Dus daar zullen we als FC Den Bosch alles aan moeten doen wat binnen ons vermogen ligt. Wat dat precies is, wist ik het maar, dat kan ik op dit moment niet aangeven.